derde. Terug op de knop duwen. Die derde dus na gezamenlijk akkoord aanwijzen als de houder van het voertuig. En er zijn daaromtrent problemen, meneer de minister, de problemen bij de afhandeling van de boetes. Want er zijn klachten die ons leren dat de initiële houder van het voertuig onvoldoende en vaak laattijdig in kennis wordt gesteld van het bestaan van uitgeschreven boetes en het uitblijven van de betaling van de boetes door diegene die huurt of leest. De boetes stapelen zich op en het wordt pas echt problematisch wanneer de huurder, leasingnemer, zijn of haar faillissement aanvraagt. Flabel zal dan conform de decreetgeving zich beroepen op de solidaire aansprakelijkheid van de initiële houder voor de openstaande schulden. En de praktijk leert zelfs dat Flabel niet overgaat, of gewoon dus niet overgaat tot het indienen van een aangifte van schuldvordering bij de curator, maar rechtstreeks naar de houder van het voertuig gaat. Daarom, meneer de minister, enkele vragen voor u. 1. Erkent u het aangekaarte probleem en wat is uw standpunt hier tegenover? 2. Welke maatregelen kan en zal u nemen om de gebrekkige inkennisstelling van de verhuurders en leasingmaatschappijen te verbeteren? En tenslotte, meneer de minister, kan u uitleg geven waarom dat Flabel voor de verheffing van de openstaande schulden zich niet wendt tot de curator, maar dadelijk beroep doet op de solidaire aansprakelijkheid van de verhuurder of leasinggever? Welke maatregelen kan en zal u daartegen nemen? Minister Tommelijn. Dank u wel, meneer Landmeters, voor uw vraag. Allereerst, de kwestie die u nu aankaart, die stelt zich niet enkel in Vlaanderen, maar ook over alle grenzen van de gewesten heen, dus ook in de andere gewesten. Het artikel, daar hebt u niks te zeggen, ja, dat klopt. Ik ook niet trouwens. Het artikel in de codex waarnaar u verwijst is immers de implementatie van artikel 4, paragraaf 3 van het samenwerkingsakkoord kilometerheffing uit 2014. En een wijziging van de hoofdelijke gehoudenheid van de leasinggever zou dus het akkoord vereisen van alle gewestregeringen in zijn diverse samenstellingen. En zoals u schetst, is conform de wetgeving de houder van het voertuig de belastingsplichtige voor de boetes. En daarop is 1 uitzondering voorzien. Bij verhuring of leasing van het voertuig kan men via een schriftelijke door beide partijen ondertekende verklaring aan de dienstverlener, de huurder of leasingnemer aanduiden als houder van het voertuig. Het systeem van de kilometerheffing is echter op dit ogenblik zo opgebouwd, collega, dat de boete voor een voertuig met Belgische nummerplaat automatisch eerst naar de nummerplaathouder van het voertuig wordt gestuurd volgens de gegevens van het DIV, zijnde dus in dit geval de leasingmaatschappij in het geval van een operationele leasing. Om de boetes automatisch eerst te versturen naar de huurder of de leasingnemer van het voertuig is inderdaad een aanpassing van de software nodig. Satellic, die als voornaamste dienstverlener instaat voor de bouw en het onderhoud van de handhavingssystemen, is echter van oordeel dat leasingmaatschappijen en hun leasingnemers hierover onderling afspraken moeten maken. Voorlopig kan de Vlaamse Belastingdienst dus niks anders dan de boetes eerst versturen naar de leasingmaatschappijen. Nu, Flabel heeft uit klantvriendelijkheid, want zoals u weet staat dat bij mij centraal, hier wel een oplossing voor uitgedokterd. Wanneer de leasingmaatschappij na ontvangst van de boete aan Flabel laat weten wie de leasingnemer is, met een kopie van het contract, zal Flabel de leasingnemer als belastingschuldige aanduiden voor het verdere inningsproces. Enkel indien na het doorlopen van het volledige invorderingsproces, maar dan de woorden na een herinnering en een laatste herinnering, het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder en onderzoeken van alternatieve invorderingspistes geen betaling kan worden bekomen bij de leasingnemer, kan Flabel zich terug richten tot de leasingsmaatschappij. Ik moet wel zeggen, dat is tot op heden nog nooit voorgekomen. Dit proces herhaalt zich bij iedere nieuwe boete, omdat het leasingcontract mogelijk stilzwijgend verlengd of opgezegd werd en Flabel op dat vlak geen controlemogelijkheden heeft om de juiste leasingnemer te gaan bepalen op het tijdstip van de overtreding. De leasingsmaatschappij is als nummerplaathouder dus telkens als eerste op de hoogte van het bestaan van de boete.
De leasingnemer wordt in tweede instantie op de hoogte gebracht. De tijd om de boete bij de leasingnemer te krijgen wordt bepaald door de reactietijd van de leasingmaatschappij. In de praktijk sturen de meeste leasingmaatschappijen de boetes eventueel ook direct via mail door naar hun klanten, waardoor ze in de meeste gevallen reeds op de hoogte zijn van de boete voordat Flabel opnieuw een boete heeft opgestuurd. Dat boetes zich uit onwetendheid blijven opstapelen, kan ik dan ook moeilijk geloven. De leasingmaatschappij kan zich in haar hoedanigheid van uiteindelijke belastingsplichtige informeren over de betaling van een boete bij de leasingnemer of kan contractueel bepalen dat de boetes per domicilering worden betaald door de leasingnemer. De leasingnemer is officieel niet op de hoogte zolang Flabel of de leasingmaatschappij hem hiervan niet in kennis heeft gesteld, maar negeert wel dat de OBU niet werkt. De OBU signaleert dit met zowel met een rode led als met een geluidssignaal. Op dat moment wordt er van de bestuurder verwacht dat hij actie onderneemt om het probleem op te lossen. Concreet dient hij zich hiervoor onmiddellijk in verbinding te stellen met de dienstverlener, die hem dan de nodige instructies zal geven. Indien de bestuurder deze instructies opvolgt, zal er geen boete worden uitgeschreven. Indien de klant zich om een of andere reden toch dan niet zou bewust zijn van het feit dat hij in overtreding is omdat de boetes nog niet ontvangen werden, dan kan dit ook in het bezwaar aangehaald worden. Sinds 1 januari voorziet de regelgeving namelijk dat de bevoegde ambtenaar het aantal boetes voor hetzelfde type van overtreding begaan binnen beperkte tijdspannen, kan verminderen als de belastingplichtige of de belastingschuldige ter goeder trouw heeft gehandeld. Collega, voor uw derde vraag heb ik nog eens navraag gedaan bij mijn administratie. Wanneer Flabel een faillissement binnenkrijgt van een leasingnemer, worden wel degelijk alle openstaande boetes in zaken de kilometerheffing van de leasingnemer opgenomen in een aangifte van schuldvordering, zelfs indien de boete werd ingecoherd op naam van de leasingsmaatschappij als nummerplaathouder. Flabel heeft tot op heden nog nooit beroep gedaan op de solidaire aansprakelijkheid van de leasingmaatschappij, nadat het inningsproces werd opgestart bij de leasingnemer, ook niet bij het faillissement van de leasingnemer. Dus ik moet u eerlijk toegeven dat de informatie waarop u zich beroept dus niet blijkt te kloppen. Meneer Landmeters, dat vraagt om een reactie, alsjeblieft. Ja, ik had natuurlijk graag een reactie, want ik heb hier dus inderdaad een dossier. Ik kan natuurlijk de namen niet vernoemen, een individueel dossier, waarbij dus enerzijds... Wat is daar gebeurd? Er is een firma die verschillende vrachtwagens, verschillende trekkers heeft geleased. Die waren compleet niet in orde. Per dag krijgt men dan een boete op de kilometerheffing, per dag. Uiteindelijk is de leasingmaatschappij relatief laat-tijdig op de hoogte gesteld van het feit, want boetes zijn per dag en natuurlijk elke dag dat er verloren gaat, komt er extra boete bij. Wat we hier te maken mee hebben gehad, is het feit dat die firma naderhand failliet is gegaan, waarbij dat dan gevraagd werd door Flabel aan de leasingmaatschappij betaalt gij het. We hebben gevraagd, richt u tot de curator, en men heeft daarin gezegd, nee, u betaalt, want u bent solidair aansprakelijk. Dus hetgeen wat ik hier heb in mijn handen is iets anders dan hetgeen wat uit uw antwoord blijkt. Maar ik denk dat we best even contact met elkaar gaan opnemen om dat uit te klaren. We gaan daar hier vandaag niet... Dus hetgeen wat ik hier als dossier heb, spreekt dat dus tegen. Dus daarom, meneer de minister, zou ik toch vandaag willen oproepen, en dat we dat dan zo doen, willen oproepen om inderdaad de firma's, de leasingmaatschappijen, sneller in kennis te stellen van de boetes. Maar u zegt van in het kader van de klantvriendelijkheid, wanneer dat de leasingnemer inderdaad zijn boete krijgt en een herinnering krijgt en een tweede herinnering krijgt en pas dat daarna wordt opgetreden. Ondertussen zijn er heel wat dagen voorbij. Ik zou willen vragen dat er rekening mee wordt gehouden dat dan ook een kopie gaat naar de leasingmaatschappij, dat die op de hoogte is van het feit dat die boetes daar aan het oplopen zijn. Want nogmaals, dit is hier een firma geweest die bewust niet in regel is geweest, die boetes gewoon heeft laten oplopen, misschien wat brieven heeft gekregen van Flabel,
maar waarbij de leasingmaatschappij niet in kennis werd gesteld van het feit van die boete. Dat kan niet. Dus ja, u kan niet, gaat u zeggen. Maar ik wil toch vragen naar een oplossing hiervoor. En hetzelfde dus wat betreft de aangifte bij de curator. Want uiteindelijk hetgeen wat er op dit ogenblik hier in dit dossier is gebeurd, zonder dat ik het de naam ervan vertel, is dat er dus wel rechtstreeks bij de firma werd aangeklopt en niet via de curator werd gegaan. Maar meneer de minister, in het kader van constructieve samenwerking zal ik dit met uw kabinet bespreken. Dank u wel. Zijn er collega's die wensen aan te sluiten? Meneer Bertels, alsjeblieft. Gewoon een algemene opmerking maken. Ik neem aan dat de minister op zoek gaat, zoals Flabel doet, naar een klantvriendelijke oplossing voor iedereen. En als ik het individueel geval van meneer Landmeters goed begrepen heb, was dat een firma die bewust fraude heeft gepleegd. Ik neem het woord fraude nu in de mond, hè, want u zegt bewust niet in regel was. Dat is voor mij fraude. En daar, meneer de minister, moet u voor mij niet te veel compassie mee hebben. Alle duidelijkheid. No. Ik ben voor degene die slachtoffer is daarvan. Hè. No. Nog mensen die wensen tussen te komen? Nee. Ja, dan eerst een reactie van u, minister Tommelijn. Ja, ik wil alleen maar zeggen, meneer Landmeters, dat de leasingfirma altijd als eerste op de hoogte wordt gebracht. U vraagt mij om de leasingfirma ook in de informatie te geven die de leasingnemer. Het is niet zo, hè. De leasingfirma krijgt het altijd als eerste. Zelfs al is er een afspraak dat het naar de leasingnemer gaat, de leasingfirma wordt altijd als eerste op de hoogte gebracht. Dus uw vraag om een kopie te bezorgen aan de leasingfirma is zonder voorwerp, want de leasingfirma krijgt altijd als eerste de boete. Zo simpel is het. Het gaat mij, meneer de minister, dat is mijn laatste woord. Het gaat mij over het verloop van de tijd totdat die eerste verwittiging komt. Hè. En dan komt de tweede verwittiging enzovoort. Dus ik zou willen vragen dat dat zo kort mogelijk wordt gehouden. Want dat is dus het probleem. Ja. Okay. Goed. Oké, dan kunnen wij deze vraag om uitleg afronden. Gaan we naar het tweede agendapunt voor vandaag. En dat is een ontwerp van decreet van de Vlaamse Codex Fiscaliteit wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen. Ik dien, alvorens wij het woord geven aan de minister en de bespreking starten, hier een verslaggever aan te duiden. Meneer Bertels, secretaris, dat is bij deze genoteerd. Goed. Dan geef ik om te beginnen graag het woord aan minister Tommelijn en dan vatten we daarna de bespreking aan. Minister Tommelijn. Collega's, vandaag leg ik u het decreet voor dat tot doel geeft de laatste groep oneindelijke gewestbelastingen die nog federaal geheind worden over te nemen. Het betreft de belastingen op de spelen en weddenschappen en deze op de automatische ontspanningstoestellingen. En voor een goed begrip van de presentatie geef ik mee dat in wat volgt in de presentatie vaak naar deze belastingen verwezen wordt met de afkortingen SW en AOT. Eerst, collega's en meneer de voorzitter, een les staatshervorming. Wie kent het verschil tussen eigenlijke en oneigenlijke gewestbelastingen? Wel, een eigenlijke gewestbelasting is een belasting die het gewest zelf heeft ingevoerd en dus vanaf de start ook zelf int. Voorbeelden daarvan zijn de plantbatenheffing, de heffing op ongeschikte woningen, op leegstaande bedrijfsruimten enzovoort. Belangrijk is dat een eigenlijke gewestbelasting ten allen tijde door de federale wetgever kan overroeld worden met een gewone meerderheid. De fiscale autonomie is dus niet beschermd en geldt enkel voor maagdelijke belastbare materies. Een oneigenlijke gewestbelasting is een belasting die destijds door de federale wetgever werd ingevoerd. Nadien werd ze tijdens een van de vele staatshervormingen geregionaliseerd. De FOD Financiën blijft echter instaan voor de inning van die belastingen tot het gewest zelf aangeeft deze te willen overnemen. Voorbeelden hiervan zijn de onroerende voorheffing, de verkeersbelastingen, de successie- en de registratierechten, maar ook de belastingen op spelen en weddenschappen en op de AOT's zijn dus oneigenlijke gewestbelastingen.
Collega's, Vlaanderen heeft altijd al de ambitie getoond om zelf zijn belastingen te innen. Al in 1999 begonnen we als eerste, toen zelfs zonder extra personeel te krijgen, met de overname van de onroerende voorheffing. In 2011 volgden de verkeersbelastingen. En meneer Landmeters die denkt ongetwijfeld met weemoed terug aan 2015, toen hij met mijn voorgangster de overname van de successie- en de registratierechten besprak. En over enkele maanden, in 2019, volgt dan de laatste groep, zijnde de belasting op spelen en weddenschappen en de automatische ontspanningstoestellen. Vlaanderen zal dan het eerste gewest zijn dat al zijn gewestbelastingen zelf zal innen. Over de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken kan ik kort zijn. Het tarief werd door de Vlaamse regering in 2002 op nul gezet. De administratie, douane en accijnzen heeft deze sindsdien ook niet meer geïnd. En bijgevolg zijn er vandaag ook geen operationele aspecten die daarvoor verder moeten worden geregeld. Collega's, waarom zelf de belastingen innen en dit niet gemakshalve overlaten aan een andere overheid? Omwille van ons streven naar een maximale invulling van de Vlaamse fiscale autonomie en omwille van de coherentie. De burger vraagt niet eenmaal een samenhangende fiscale regelgeving. Door de overname kan het Vlaams gewest volledig autonoom wijzigingen doorvoeren. Het welslagen van hervormingen is dus niet langer afhankelijk van de beslissing van de federale overheid over de technische uitvoerbaarheid van geplande hervormingen, maar ook omwille van de transparantie. Het is voor de burger duidelijker wanneer de overheid die de regelgeving opstelt ook de inning van de belastingen op zich neemt. Vandaag is dat verwarrend voor de burger. Soms worden zij bijvoorbeeld voor vragen over de interpretatie van de Vlaamse fiscale voordelen in de personenbelasting doorverwezen naar de FOD Financiën en dat kunnen we beter vermijden. Maar ook omwille van de efficiëntie en omwille van de informatisering. De Vlaamse Belastingdienst zoals bij eerdere overnametrajecten, volop inzetten op een doorgedreven automatisering van de inning en de vordering. Een volledige en onmiddellijke integratie binnen het Vlaams fiscaal platform heeft belangrijke voordelen. Heffingsoverschrijdende generieke processen voor inning en invordering leiden tot aanzienlijke efficiëntiewinsten. Het vervangen van de aangifteprocedure op papier door een webtoepassing laat burgers en bedrijven toe hun fiscale verplichtingen eenvoudig via het internet te vervullen en heeft dan ook als bijkomend voordeel dat de loketfunctie kan worden beperkt. Een doorgedreven, geïntegreerd gebruik van bestaande gegevens betekent administratieve vereenvoudiging en maakt het meermaals doorgeven van bepaalde gekende gegevens overbodig. En ook het gebruik van moderne technologie biedt mogelijkheden tot efficiëntere en eenvoudige controle. De belastingen, SW en AOT vertegenwoordigen samen een budgettaire massa van iets minder dan 67 miljoen euro en is daarmee iets meer dan 1% van de fiscale ontvangsten van het gewest. De inning van de belastingen SW en AOT zit momenteel verspreid over drie federale administraties. Op de algemene administraties nemen hoofdzakelijk de personeelsleden die bezig zijn met de BTW en de directe belastingen de inning van belastingen SW en AOT voor hun rekening. De controle zit dan weer hoofdzakelijk bij het personeel van de douane. Het aantal uitgereikte vergunningen door de kansspelcommissie geeft een beeld van het aantal belastingsplichtigen in de categorie SW. Voor de belasting AOT waren er in 2016 1255 belastingsplichtigen en 26 fiscale kentekens werden uitgereikt. 26.000, ja, excuseer mij. Bij de overname van de dienst krijgt het gewest van de federale overheid jaarlijks een dotatie toegewezen. Het bedraagt 8 miljoen euro en Vlaanderen krijgt deze dotatie enkel indien ze bereid is om het personeel over te nemen, wat ook zal gebeuren. Intussen weten wij dat 112 personeelsleden de overstap zullen maken. Ongeveer 1/3 van deze mensen zal ingezet worden op de controle. Daarvoor zullen ook 12 nieuwe voertuigen worden aangekocht. De processen informatiseren en de generieke processen koppelen aan de bestaande kostwerk kost 1,65 miljoen euro. Dat is een investering, collega's, die eenmalig is en de komende jaren zal toelaten om zowel de burger als Flabel efficiënter en klantvriendelijker te laten werken. De belastingen op SW en AOT zijn vandaag nog opgenomen in het federale wetboek van met inkomsten gelijkstellende belasting. We zullen ze nu evident integreren in de Vlaamse fiscale codex.
Daarbij wordt de structuur van de fiscale codex voor de overzichtelijkheid uiteraard aangehouden. De definities worden ondergebracht in titel 1. De materiële bepalingen worden ondergebracht in titel 2, waardoor twee nieuwe hoofdstukken 12 en 13 worden ingevoegd. En elk van deze hoofdstukken worden verder onderverdeeld in de gekende structuur van belastbaar voorwerp, belastingsplichtigen, belastbare grondslag, de tarieven, de verminderingen, de vrijstellingen en de eventuele bijzonderheden over de wijze van de heffing. De procedurele bepalingen worden dan ondergebracht in artikel in titel 3. Die zijn gemeenschappelijk voor de gehele fiscale codex, bijvoorbeeld de bezwaartermijn, de nalatigheidsinteressen of de naarvordering. En de nieuwe belastingen zullen dus ook cohierbelastingen worden. Dit betekent dat het aanslagbeleid meteen een uitvoerbare titel is. Bij aanhoudende wanbetaling kan sneller worden overgegaan tot gedwongen invordering en de huidige uitnodiging tot betalen, dat komt dus te vervallen. De belastbare materie van een oneigenlijke gewestbelasting is een bevoegdheid van de bijzondere wetgever. Er wordt dan ook verwezen naar de federale wetgeving om het belastbaar voorwerp af te bakenen. Wat betreft de belastingsplichtige verschillende Raad van State en het Vlaams gewest van Visie, kan gebeuren. De Raad van State ziet dit als een onderdeel van de belastbare materie. De Vlaamse overheid ziet dit, net als bij eerdere overnames van bijvoorbeeld de successie- en de registratierechten, als een noodzakelijk correlarium van de dienst van belasting. Er is een cascade in de volgorde van de belastingsplichtigen. 1. Normalerwijs is het de inrichter van spelen en weddenschappen. 2. Indien deze niet kan worden gevonden, is het de tussenpersoon die de inzetten aanneemt. Ten derde, indien ook deze niet kan worden gevonden, is het de persoon die het lokaal of het materiaal ter beschikking stelt. Het huidige WIGB kent maar liefst 5 verschillende heffingsgrondslagen voor de belasting SW. Daarvan worden er vast 2 geschrapt, meneer Schiltz. De winsten der bankiers bij het casinospel Baraka Chemin de Fer en de winsten der inzetters bij het casinospel Roulette zonder Zero. Deze worden dus in de praktijk niet meer aangeboden. Voor het overige stelt het WIGB als algemene regel dat spelen en weddenschappen worden getaxeerd op de inzet. En in de praktijk worden de meeste SW echter getaxeerd op de werkelijke bruto marge. Dit komt neer op de inzetten minus de uitgekeerde winsten. Enkel de mediaspelen zoals de tv-spelletjes, die in Vlaanderen weliswaar niet meer voorkomen, en de sms-spellen worden zo nog getaxeerd onder de algemene regel van de inzet. In de Vlaamse codex draaien we daarom de regel en de uitzondering om. De generieke heffingsgrondslag is de opbrengst die wordt berekend door de inzetten minus de uitgekeerde winsten. En de heffingsgrondslag van de casinospelen is een variant daarvan. We kijken nu naar de dagopbrengst en vergelijken de incasso bij opening en sluiting. Een uitzondering blijft bestaan voor de mediaspelen die nog steeds op inzet worden belast. Dat zal ook het geval zijn voor de ambtshalve aanslagen. Hierover later meer. Collega's. Het huidige WIGB kent 5 verschillende tarieven. Ik heb dat al gezegd. Daarnaast blijft het 15% tarief de regel. Twee gunsttarieven worden geschrapt omdat de spelen in de praktijk niet meer worden aangeboden. Dat is de 5,3% voor het casinospel meneer Schiltz Baraka Chemin Fair en 3% voor het casinospel Roulette zonder Zero. En hierop gelden 2 uitzonderingen. Online spelen blijven aan 11% belast en de casinospelen blijven progressief belast. Het verbod op parallele lokale belastingen behouden, evenals de specifieke uitzondering van de beperkte forfaitaire lokale tax op de paardenwetkantoren. Hoewel de Raad van State het beperken van de fiscale autonomie van de gemeente tot de federale bevoegdheden rekent, blijft Vlaanderen evenwel van mening dat zij dit verbod kan handhaven. Het Grondwettelijk Hof heeft zich immers reeds uitgesproken over deze materie. Het Hof stelt dus dat dit onder de impliciete bevoegdheden van het Vlaams gewest kan vallen. Collega's, de analyse van de ontvangsten bracht aan het licht dat sommige types van spelen en weddenschappen maar zeer marginale ontvangsten genereren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de folkloristische vogelzangwedstrijden of de schuttersfeesten.
De kostenbatenanalyse heeft uitgewezen dat de burger en de overheid veel administratief werk moeten leveren en betalen om deze specifieke dossiers te verwerken, terwijl ze amper iets opbrengen. Deze types worden vrijgesteld vanaf nu. Dus gedaan met de belastingen op vogelzangwedstrijden en schuttersfeesten. Het grensbedrag voor volksvermakelijkheden wordt daarvoor verhoogd tot een daginzet van €50. De vrijstellingen zijn wel beperkt tot de offline omgeving, meneer Pummans. We stellen immers vast dat bijvoorbeeld online duivenprijskampen tussen eigenaars steeds vaker internationaal worden georganiseerd met steeds grotere inzetten. En in het kader van de fraudebestrijding, meneer Bertels, kan Vlamil zelfs een ambtshalve aanslag vestigen indien de aangifte laattijdig, onjuist of onvolledig is. U ziet, wij laten niets aan het toeval over. Collega's, de belastbare materie van een oneigenlijke gewestbelasting is een bevoegdheid van de bijzondere wetgever. Er wordt dan ook verwezen naar de federale wetgeving om het belastbare voorwerp af te bakenen. Voor degenen die zich afvragen wat een automatisch ontspanningstoestel is, meneer Joska, dat is een toestel dat dient tot ontspanning. En een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel bevat om het op gang te brengen, te laten werken of te laten bedienen. En dat gestart wordt door inbreng van een geldstuk, van een penning of van een ander middel dat daarvoor in de plaats komt. We starten de bespreking. De belastingsplichtige is dus eigenaar van de AOT. Bij de belasting AOT stellen we vast dat de categorie C en D vooral bestaat uit behendigheidsspelen. Daarvoor is geen vergunning van de kansspelcommissie nodig. Het gaat om pooltafels, het gaat om biljarttafels, om kegelspelen, over tafelvoetbal, over shooters, over grijpers, over duwers en dergelijke meer. In de groep van C en D vinden we vandaag ook een aantal achterhaalde items uit de jaren 80. Dat is uit uw jonge jaren, meneer de voorzitter. Zo worden bijvoorbeeld via categorie C automaten belast die simultaan films of beelden projecteren en klank verspreiden. Onder categorie D vallen dan weer de automatische platenspelers of de welbekende jukeboxen. Die waren mogelijk populair in de jaren 80, maar in een tijd waar streaming van muziek en beeld aanwezig is op elke smartphone en tablet, is dit toch wel enigszins achterhaald. Deze categorie C en D maken 17% van de werklast van AOT uit, terwijl ze slechts 1,7% van de opbrengst genereren. En de derving van de €380.000 wordt gecompenseerd door een tariefverhoging van de categorie A van €3.570 naar €4.000. Op deze slide ziet u nog eens alle tariefwijzigingen. In navolging van het advies van de kansspelcommissie worden toestellen waarop virtuele weddenschappen kunnen worden gespeeld ingeschaald in de categorie A. Virtuele weddenschappen bevinden zich nog vandaag altijd in de grijze zone, maar worden dus binnenkort onderworpen aan een vergunningsplicht. Je speelt dan vooral op weddenschappen van fictieve virtuele matchen. De pokerspelen Jolly Joker in de categorie C kwamen in de praktijk niet meer voor. Dus het is logisch, meneer Bertels, dat u zich afvraagt over wat gaat dat, want dat komt in de praktijk dus niet meer voor. Maar voor alle zekerheid hebben we ze toch maar uit categorie C geschrapt, zodat ze niet meer kunnen genieten van het nultarief, mochten ze toch nog ergens opduiken. In de categorie E werd op advies van de kansspelcommissie ook de toestellen met verminderde inzet geregeld. Het gaat hier om de zogenaamde 3.3 toestellen. En 3.3, dat verwijst naar het artikel van de kansspelwet dat stelt welke toestellen niet als een kansspel worden beschouwd. Mettertijd heeft de kansspelcommissie echter vastgesteld dat zich in deze categorie een groot aantal spellen met een lage inzet ontwikkelen, maar die hebben nog een zeker verslavend effect. Om die reden zal een federaal KB deze toestellen nu reguleren, zowel qua inzet als qua winstkansen. Verder vermelden we nog, collega's, dat de tarieven van de AOT voortaan geïndexeerd worden. Ook hier blijven parallele lokale taksen op de AOT verboden. Qua vrijstellingen blijven de vrijstellingen voor jeugdhuizen, voor rusthuizen en voor ziekenhuizen behouden. En in het kader van de fraudebestrijding, meneer Bertels, kan Vlamil zelfs een ambtshalve aanslag vestigen
indien de aangifte laat-tijdig, onjuist of onvolledig is. En dan komen we bij de procedurele bepalingen. Zoals gezegd behandelt titel 3 van de Fiscale Codex de procedurebepalingen die gemeenschappelijk zijn voor alle Vlaamse belastingen. En net zoals vandaag zijn er 4 types aangiften voor de SW en de AOT die ik snel even met u overloop. De eerste betreft de aangifte fiscale rangschikking van een nieuw automatisch ontspanningstoestel. Vooraleer een invoerder of fabrikant een toestel in het Vlaams gewest mag verkopen, verhuren of opstellen, moet hij het toestel eerst aangeven voor fiscale rangschikking. En indien dit niet gebeurt, dan wordt het toestel automatisch gerangschikt als de hoogste categorie. Het zijn de €4.000. De aangifte zal als enige nog zoveel mogelijk via FODFIN verlopen. De FODFIN behandelt ook nog de aangifte fiscale rangschikking voor het Vlaamse gewest. En het Waalse gewest. Ja. En ze zal dit blijven doen tot het Brussels gewest zelf de dienst van de belastingen SW en AOT zal gaan uitoefenen. Ook voor de sector is het administratief eenvoudiger om met 1 aangifte voor het volledige land te werken dan 3 aparte aangiftes te moeten doen. Voor Vlaanderen is het vooral een besparing op de personeelsinzet. Collega's, de Raad van State, uit de terechte bedenking dat Vlaanderen weliswaar verplichtingen aan burgers en rechtspersonen kan opleggen, maar niet aan de federale overheid. En dit werd opgevangen door de burger te verplichten om een aangifte te doen. En indien deze geen federale aangifte tot fiscale rangschikking heeft ingediend, zal hij dit subsidiair alsnog op het Vlaams niveau moeten doen. In de praktijk zullen de aangifte fiscale rangschikking van de AOT voorlopig dus federaal verlopen. Ondertussen, meneer Schiels, heb ik vernomen dat u nog straks een klein amendementje zal indienen om de tekst nog een beetje te verduidelijken. Maar dat kunt u straks uiteenzetten. Daarnaast was de Raad van State van mening dat de bepalingen moesten worden aangemeld bij Europa overeenkomstig de richtlijn technische voorschriften. En volgens de EU-richtlijn leidt de niet-naleving van een technisch voorschrift echter tot een verbod van het product of de dienst in de betrokken lidstaat volgens de nationale wetgeving. Dat is hier allerminst het geval. Bij niet-aangifte leidt dit louter tot hogere taxatie. De voorschriften die leiden tot een verbod van een kansspel bij niet-naleving van de voorwaarden zijn opgenomen in de federale kansspelwet. De tweede betreft de aangifte van de opstelling van de AOT. Ten laatste 2 werkdagen voor de opstelling van een AOT moet dit aangegeven worden bij Flabil. Ook indien nadien de opstelling wijzigt, of het nu gaat om de plaats, de uitbouw, de periode of het aantal of de hogere categorie van het toestel, dit moet telkens de voorlaatste werkdag worden doorgegeven. De aangifte kan gebeuren voor een bepaalde duur die ten laatste eindigt met het kalenderjaar, of voor een onbepaalde duur, en in dat geval wordt de aangifte automatisch jaarlijks verlengd. Dit, collega's, is zowel een administratieve vereenvoudiging voor Flabil als voor de ganse sector. Zo niet moeten zij beide jaarlijks opnieuw aangiftes indienen, registreren en behandelen. Nu blijft deze belastingsplicht automatisch verder lopen tot men aangeeft te stoppen met de AOT. Ter compensatie is wel voorzien in een terugbetaling voor de niet aangevatte kwartalen. Collega's, het fiscaal kenteken wordt afgeschaft. De bestelling van het blanco drukwerk, de manuele verwerking van de bestellingen en de aflevering als bewijs van betaling aan de belastingsplichtigen zijn tijdrovend en zeer arbeidsintensief. Deze praktijk staat bovendien haaks op de normen van de administratieve vereenvoudiging. De controleurs zullen ter plaatse via de tablet kunnen nagaan welke opstelling is aangegeven en dat ook overeenkomt met de feiten. Verder kan bij niet-betaling van een aanslag AOT door de eigenaar, de uitbater van de lokalen, subsidiair als belastingsplichtige worden aangesproken, zoals dat ook vandaag al het geval is. En ook hier weer zal mijn goede en lieve collega Schiels nog een amendement toelichten om beter tegemoet te komen aan de opmerking van de kansspelcommissie. Zo heb ik vernomen vanuit een bepaalde wind. Bij de FODFinanciën gebeurde de aangifte op papieren formulieren of via e-mail met de gescande bijlagen die manueel werden verwerkt. Vlaanderen kiest ervoor om de aangifte zoveel mogelijk online te laten verlopen, zodat onnodige dubbele data-input wordt vermeden. Collega's, de ICT-planning is op schema en zal tijdig operationeel zijn.
waar ik heel tevreden over ben. De derde aangifte betreft de voorafgaande aangifte van de inrichting van spelen en weddenschappen. Ook dit moet ten laatste de 2 werkdagen op voorhand worden doorgegeven aan VABIL. Ook hier kan het weer voor een bepaalde duur zijn of voor een onbepaalde duur. En in het laatste geval blijft de belastingplicht lopen tot aangifte van de stopzetting. De borgstelling wordt afgeschaft. Deze werd niet meer consequent toegepast door de FOD Financiën en werd nooit effectief uitgewonnen. En volgens de FODFIN zorgt de toezicht door de kansspelcommissie inmiddels voor een hoge mate van compliance bij de kansspelinrichtingen. De vierde en de laatste vorm van aangifte betreft de maandelijkse aangifte van de heffingsgrondslag SW. Die moet gebeuren op de eerste werkdag van de daaropvolgende maand. De halfmaandelijkse voorschottenregeling voor de casino's wordt afgeschaft. Alle Vlaamse belastingen worden maandelijks ingecoherd. Het zou te grote aanpassingen aan de fiscale software vereisen om daarvoor een uitzondering te gaan integreren. Bovendien zou dit leiden tot extra werkprocessen die extra personeelsinzet vereisen. Het aanslagjaar en belastbaar tijdperk zijn ten allen tijde gelijk aan het kalenderjaar. De aanslagtermijn is 5 jaar, net zoals voor alle Vlaamse belastingen. En VLABIL heeft dus 5 jaar de tijd om alsnog na te vorderen in geval er achteraf nog onvolkomenheden zouden worden vastgesteld. Collega's, tenslotte nog enkele terminologische aanpassingen om het verschil tussen administratieve en strafrechtelijke sancties te verduidelijken. De codex zal voortaan enkel spreken over verslag van vaststelling, indien hieruit enkel administratieve sancties voortvloeien. Het woord procesverbaal zal enkel nog worden gebruikt wanneer het dossier aan het parket wordt overgemaakt voor verdere strafrechtelijke vervolging. En in zaken de administratieve sancties kan verder nog vermeld worden dat VLABIL bij ernstige inbreuken kan overgaan tot een tijdelijke sluiting van de kansspelinrichting van 10 dagen tot maximaal 30 dagen of zolang de betrokkenen de fiscale controle op de spelen en weddenschappen verhindert. Deze maatregel is uiteraard aanvechtbaar in kort geding. Collega's, de belastingsverhoging volgt het stramien van de andere Vlaamse belastingen, 20% in geval van een ambtshalve aanslag, dus als die laattijdig onjuist of onvolledig was, en 100% indien de intentie er was van belastingsontduiking of indien het om een illegaal toestel gaat. Zoals ik al aangaf, zijn de processen bij FODFIN nog altijd en vaak op papier. VLABIL heeft de ambitie om de processen zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Dat zorgt uiteraard voor wat praktische problemen bij de overname van de dienst vanaf 1 januari 2019. Ik ga een voorbeeld geven. Hoe kan VLABIL weten of er een maandelijkse aangifte voor SW correct wordt ingediend als er onvoldoende geweten is over de inrichting van de spelen en de weddenschappen? En daarom zal iedereen in de sector ten laatste 31 januari 2019 eenmalig opnieuw een voorafgaande aangifte moeten indienen van ofwel een inrichting van spelen en weddenschappen ofwel een opstelling van AOT. Zo kan VLABIL starten met een schone lei die digitaal ook volledig zal zijn. Alsjeblieft, collega's, tot daar mijn uiteenzetting. Dank u wel, minister Tommelijn. De bespreking is geopend, collega's. Wie vraagt het woord? Meneer Bertels. Meneer Bertels, alsjeblieft. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer de minister, om uw uitgebreide toelichting. Ja, mensen hebben zijn dingen niet opstoken. Dus. Eerste, het principe van dat we de gewestelijke belasting zelf gaan innen, dat lijkt me volledig correct. Je hebt de voordelen voor de eigen inning opgesomd in uw slides. Daar kunnen wij ons bij aansluiten. Tweede, dat we die belasting innen en dus overnemen, dat sluit aan bij de zogenaamde kanaliseringsgedachte. Om te zeggen van oké, we gaan het niet helemaal in het illegale circuit stoppen, maar we gaan toch een evenwicht zoeken tussen de bescherming van de mensen en de kansspelsector reguleren en controleren en het sturend effect van een belasting installeren, zoals we dat overnomen uit de federale overheid. Met die principes kunnen wij eens zijn, waarbij we natuurlijk ook voor heel veel belang hechten aan de bescherming van de consument of van degene die dan speelt. Remember onze resolutie die we al ingediend hebben in het Vlaams parlement hier met betrekking tot problematisch gokgedrag, dat we toch moeten beteugelen en vermijden dat
er te veel nefaste effecten zijn van kansspelgedrag of kansspelen op de samenleving. Tweede, het lijkt me oké, zoals u ook uiteengezet, dat de Vlaamse Belastingdienst de bevoegdheid overneemt met betrekking tot de inning, zoals volgens de grootste principes van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Dat lijkt me zeker een pluspunt en verdedigenswaardig, en dat is goed. Met betrekking tot het advies van de Kansspelcommissie, ik wil u daar uitdrukkelijk voor feliciteren, meneer de minister. Het lijkt me heel goed dat u dat advies van de Kansspelcommissie gevraagd hebt. Het advies van de Kansspelcommissie dat we gekregen hebben met de twee luiken die erin zitten, is denk ik ook een meerwaarde in deze discussie. En daar kom ik tot twee infovragen naar aanleiding van het advies van de Kansspelcommissie, waarin de minister ook gezegd heeft dat hij daar die suggestie steunt. En dat gaat met betrekking tot de aanbeveling om vooraleer een kansspelvergunning te verlenen, voortaan ook rekening zal gehouden worden, voor Vlabelle natuurlijk vanaf 1 januari 2019, met het feit of de Vlaamse kansspelbelastingen betaald zijn. En u hebt daar verkondigd, meneer de minister, naar aanleiding van het advies van de Kansspelcommissie, dat u dat steunt. En dus gewoon een informatievraag of u daar met uw federale collega al over gesproken hebt om die suggestie, dat lijkt me een positieve suggestie te zijn, om die, of daar al over gesproken is met onder meer collega Geens, want er zijn ook federale discussies bezig met betrekking tot het kansspelbeleid, om het helemaal breed te trekken, zoals je ongetwijfeld weet. Tweede is een gelijkaardige vraag. U spreekt ook het verlangen uit om een protocol af te sluiten met de Kansspelcommissie ten einde een, wat mij betreft, noodzakelijke informatieuitwisseling te optimaliseren. En ook daar is dan de vraag van oké, gaat dat protocol er zijn voor de inwerkingtreding van het decreet of is dat bezig? Dat is een tweede informatieve vraag. Een appreciatie aan de minister wil ik ook even zeggen. We hebben 2 jaar geleden gesproken met betrekking tot de belasting op de winst uit vogelzangwedstrijden. De minister was daar heel sterk in geïnteresseerd omdat dat in West-Vlaanderen nog veel aan de gang is. Dus je hebt ze nu geschrapt en dat lijkt met betrekking tot de volksvermakelijkheden, zoals dat dan noemt in de juridische jargon, lijkt me dat een correcte gang van zaken. Dan, meneer de minister, had ik toch nog 2 vragen waar ik graag uw antwoord zou op hebben. En een beetje van uw antwoord hangt ook af of we nog een bijkomend amendement gaan indienen of niet, maar het is me niet helemaal duidelijk. Ik denk dat het een goede zaak is dat u, zoals ook de Kansspelcommissie heeft aangegeven, en volgens ons is dat volkomen terecht, dat uw virtuele weddenschappen, u hebt het ook naar verwezen in uw uiteenzetting, gevat worden door dit decreet, meer bepaald in categorie A, zoals u gezegd hebt, en dat de definitie van de Kansspelcommissie daar belangrijk is en wordt overgenomen, als het ware. Maar u weet ongetwijfeld dat er momenteel een iets wat juridische strijd aan de gang is, van de Kansspelcommissie tegenover een aantal belangrijke spelers in het gokwereldje. Ik ga de namen niet noemen, maar gokelementen in populaire games zoals FIFA 2018, dat kan ik wel noemen, zonder de firma te moeten noemen, Star Wars Battlefront. Daar zijn dus een aantal discussies aan de gang met betrekking tot die spelen en of die populaire games en of daar gokelementen in zitten. In uw definitie staat, die u overgenomen hebt, terecht, dat vanaf de inzet van 1 speler het reeds gaat om een virtuele sportwedstrijd, hebt u zelf ook naar verwezen, of een virtueel kansspel. Dus mijn vraag is dan ook, indien die juridische strijd positief beslecht wordt, wat wij hopen, en sommige firma's die daaraan meedoen, die juridische strijd hebben aangegaan, hebben zich ondertussen al geplooid naar de definitie van het federaal niveau van de Kansspelcommissie, met betrekking tot de definitie van die Kansspelcommissie gegeven heeft, waarbij de zogenaamde lootboxes, want daarover gaat het natuurlijk, de skins of inzetten op e-sports, virtuele of automatische virtuele ontspanningstoestellen zijn. En dan moet u, meneer de minister, volgens uw eigen definitie daar, en dat lijkt mij volkomen terecht, belastingen op in. Maar de vraag die ik mij een beetje stel is van, oké, hoe gaat Vlabelle in dit geval daarmee omgaan en op welke belastbare grondslag zal er dan bijvoorbeeld geïnd worden? Want dat blijkt nu niet zo duidelijk te zijn. Hoe zal u de belastbare basis berekenen in dat geval? Met betrekking tot die internationale spelers, want daarover gaat het dikwijls. Is daar dan ook een voorbeeld voor van oké, hoe we dat dan zullen berekenen? Want dat kan u een beetje moeilijker doen op basis van het inzetbedrag.
Maar worden daar bijvoorbeeld ook kosten afgetrokken van die de gameontwikkelaars inbrengen voor hun games te ontwikkelen? Dat is me niet helemaal duidelijk. En dan heb ik een tweede vraag, en daar gaat het specifiek met betrekking eventueel amendement over. Met betrekking tot het artikel 9 van het ontwerp van decreet, het nieuwe artikel, en die moet ik ook aflezen, artikel 2.12.3.0.1, de paragraaf 1, de laatste lid, waar u als referentiepunt voor de gokactiviteit de server neemt. Dat lijkt me nogal problematisch te zijn. Enfin, ik versta dat niet goed, waarom u daar de server als referentie neemt voor de belastingactiviteit. Want dat betekent ook dat bedrijven, en ik heb net verwezen naar die internationale spelers, die hun in-game gokmodules omleiden naar landen waar zo'n wetgeving niet bestaat en die server daar zetten, wat perfect kan, geen belasting zullen betalen. En is dat dan niet een te grote ontwijkingsmechanisme dat u kijkt naar de plaats van de server, terwijl die server, dat weten we allemaal, letterlijk overal in de wereld kan staan en waardoor die grote spelers, waar we toch grote problemen hebben met betrekking tot de gevaren van gokken, dat die aan de belasting zullen ontsnappen, terwijl ze volgens de definitie er wel zouden moeten ondervallen, maar alleen het criterium server maakt dat mogelijk. En bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, minister, daar is er een mogelijkheid, die hebben dat voorzien en die hebben dus een andere regelgeving opgesteld, waar ze niet verwijzen naar de locatie van de server. Dus dat lijkt me eigenlijk een tekortkoming in deze regelgeving, tenzij ik het verkeerd begrijp. Maar daar, als u geen afdoend antwoord daarop kan geven voor dat ontwijkingsgedrag, dat is een ontwijkingspoort volgens mij, zouden wij graag een amendement indienen indien u dat niet voorzien hebt of niet wilt voorzien. Tot daar, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Bertels. Collega De Potter. Ja, dank u, de voorzitter, meneer de minister. Een aantal korte beschouwingen over dit decreet, dat een goed decreet is, dat ook een logisch decreet is, met een duidelijk advies van de kansspelcommissie, met ook de verschillende categorieën, u heeft ze daarnet overlopen, die zijn gedefinieerd, die wat ons betreft volgens ons sluitend zijn en ook goed en correct in elkaar zitten. Het is een goede zaak dat de overname van die kansspelbelasting ook heeft geleid tot een rationaliseringsoefening, een oefening om het allemaal wat logischer te maken, en een integratie van de kansspelbelasting met de algemene inningsprincipes, zoals die ook voor andere belastingen gelden. Ik denk dat dat een goede zaak is, zorgt voor meer transparantie, meer duidelijkheid ook in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het decreet is ook een grote stap voorwaarts. Het moderniseert de belasting toch op een heel wat vlakken. Men leidt als het ware de kansspelbelasting de 21ste eeuw, want heel wat zaken waren toch wel achterhaald. Geen stickers meer, geen vignetten meer op de identificatie van toestellen. Wordt meer ingezet op digitale controle en digitale aangifte. Er is een eenvoudige aangifteprocedure of inningsprocedure, zoals u daarnet heeft beschreven. Want we mogen duidelijk zijn, tot voor kort kosten de controles vaak meer dan wat ze in de praktijk opbrengen. Dus het is een goede zaak dat we die administratieve lasten kunnen verminderen. Een algemene beschouwing die ik erbij zou kunnen maken is de vraag of we met deze kansspelbelasting niet meer kunnen inzetten op de problematiek van het gokken. Want er zijn toch wel een grote groep van problematische gokkers. In 2016 ging het volgens onderzoek over meer dan 380.000 personen. Of dat we dit instrument daar niet kunnen voor gebruiken. Oplossingen heb ik daar ook niet, maar het is toch wel een bedenking die ik hier wou bij maken. We zijn verheugd dat er een aantal vrijstellingen zijn ingevoerd die rekening houden met ons rijk cultureel erfgoed, die rekening houden met de zogenaamde volksvermakelijkheden, die ook rekening houden met het feit dat bepaalde heffingen soms meer administratie vragen dan dat ze opbrengen. Ik denk maar aan het tafelvoetbal en dergelijke. Ik had nog een vraag, maar bij het lezen van de documenten, maar u heeft daarnet in uw presentatie al een antwoord gegeven. Het ging eigenlijk over het personeel dat overkwam en het aantal personeelsleden dat zou instaan voor de inning. En een laatste vraag die ik had, dat betreft de tarieven van de automatische ontspanningstoestelling. Ik zie dat er een verschil is tussen de tarieven die in Vlaanderen worden gehanteerd en de tarieven die in Brussel worden gehanteerd.
gelukkig, de onze zijn lager. Laat ons daar blij over zijn. Maar de vraag is of we niet beter tot een meer uniform geheel zouden komen. Dan weliswaar op het niveau van Vlaanderen en niet op het hogere niveau. Maar ja, meer uniformiteit op dat vlak zou misschien ook geen slechte zaak zijn. Dank u wel. Collega Cordy. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor de uitvoerige uitleg. Ja, hiermee wordt de laatste oneigenlijke gewestbelasting richting Vlaanderen overgeheveld en overgenomen door Vlabel. En eigenlijk het afwerken van de vijfde staatshervorming, hè, want het dateert al van dan en niet van de zesde staatshervorming. Het gaat natuurlijk niet over een enorm bedrag, orde van grootte 70 miljoen euro, maar goed, het betekent toch een vervollediging van onze Vlaamse fiscale codex. En we maken tegelijkertijd ook, en dat is inderdaad zeer goed, is ook al door collega's aangehaald, tegelijkertijd de oefening om het hele inningsproces en alles wat daarbij hoort, te stroomlijnen, te rationaliseren, maar vooral ook te moderniseren. Ik denk dat dat toch wel een grote stap voorwaarts is die wordt gezet. Nu, in het verleden is de overname van belastingen vaak gebruikt om meer sturend te richten. Dat gebeurt hier niet. Het is natuurlijk ook een stuk complexer. Een deel van de regelgeving rond het kansspelbeleid zit nog federaal. Deeltje zit bij welzijn als het over preventie gaat en dergelijke. Om daar natuurlijk uw fiscaliteit ook nog eens in te passen om te kijken, moet je ja, qua preventie niet sturender gaan werken en dergelijke. Het is in ieder geval een oefening, denk ik, dat we in de toekomst zeker nog moeten maken. Het zou daar misschien natuurlijk ook wel nuttig zijn als we wat meer beleidsinstrumentarium dan in Vlaamse handen krijgen. Hè. Misschien moeten we daar ook verder nog maar eens naar kijken. Ik had nog een kort vraagje. Het is ook al aangehaald door collega De Potter over het personeel. Dus als ik het goed heb, er kon tot ongeveer 146 medewerkers kon er maximaal op vrijwillige basis overstappen. Daarvan zouden er, als ik het goed heb, volgens hier de uitleg, 112 mensen zijn overgestapt. En een derde wordt nu ingezet voor de controle. De vraag is een beetje, ja, wat gebeurt er met die andere twee derde? Worden die daar nu volledig, of krijgen die nog andere taken? Daar graag een beetje toelichting nog bij gekregen. Maar om af te ronden, ja, het is mooi dat de laatste oneigenlijke gewestbelasting is omgezet. We bewijzen hier ook mee dat onze Vlaamse belastingdiensten zeer goed in staat zijn om dat allemaal te beheren, te verbeteren, te rationaliseren. Het geeft ons beleidsruimte. En ja, eigenlijk, mijn gevoel is, we zouden dat misschien met z'n allen maar wat meer moeten inzetten om nog meer fiscale bevoegdheden naar Vlaanderen over te kunnen hevelen. Om ons beleid nog coherenter en rationeler te kunnen maken. En dan hadden we collega Joska nog. Ja, gewoon kort, meneer de voorzitter en meneer de minister. Gewoon om te zeggen dat we vanuit de Groenfractie het initiatief dat op tafel ligt op grote lijnen eigenlijk wel steunen. Dat daar ook de hervormingen in zitten, denk ik, die nodig zijn. Belastingen afschaffen die meer kosten dan dat ze opbrengen, dat lijkt mij uiteraard een logische zet. En meer gaan inzetten op het belasten van die praktijken, bij wijze van spreken, die mogelijk ook gokverslaving met zich meebrengen. Maar het punt dat collega Bertels opbrengt, lijkt mij of op tafel legt, lijkt mij natuurlijk wel een belangrijke. Omdat natuurlijk als het klopt wat hij zegt, hè, dus de vraag is eerst, klopt het dat de belastingsbasis daar de plaats van de server is of de server is? Ja, dan denk ik zitten we toch wel met een probleem dat we toch eens van dichter moeten bekijken. Want die bedrijven die daar vaak achter zitten, achter dat online gokken, wat we met dit wetgevend werk ook een stuk willen ondervangen, ja, die zijn behoorlijk creatief. En als het natuurlijk zo is dat zij gewoon hun servers kunnen verplaatsen naar een plaats waar ze kunnen ontsnappen naar een dergelijke belasting, dan vrees ik dat dat toch inderdaad een serieuze achterpoort is waar ze weg langs kunnen. Dus daar had ik toch ook wel graag verduidelijking over gehad of het verhaal klopt en of dat we niet dan beter, gezien ook het feit dat hier een consensus bestaat in de commissie, om daarmee door te gaan of we daar niet aan kunnen remediëren. Minister Tommelijn. Ja. Zal ongetwijfeld enkele antwoorden hebben voor de collega's. Dank u, meneer de voorzitter. Eerst en vooral de vragen van meneer Bertels. De aanbeveling om bij het verlenen van een vergunning K
KSC rekening te houden met het betalen van Vlaanderen belasting. Daar is nog niet over gesproken met collega Geens. Maar uiteraard is de kansspelcommissie zelf wel op de hoogte. Natuurlijk, als u dat wenst, en ik wil dat ook doen, ik wil een brief sturen naar de kansspelcommissie als dat nodig is. Dan het protocol met de kansspelcommissie voor informatieuitwisseling, dat zal worden afgesloten, collega Bertels, voor 1 januari 2019. Er loopt gelijktijdig ook nog een protocol met de FOD Financiën voor een aantal andere praktische zaken. En we zullen ook dat voor 1 januari 2019 afsluiten. Wat betreft de vraag over de virtuele weddenschappen, de FOD Justitie en collega Geens hebben daar op dit moment KB's over in opmaak. Bij een virtuele weddenschap wordt nogal vaak en vooral gewet zelfs op virtuele matchen. Loadbox, dat is vaak nog een apart kansspel binnen een computerspel, zonder dat het altijd om een weddenschap gaat. Fiscaal is dat ook belast. In principe staat de belastbaarheid los van het feit of het spel al of niet vergund is. Ook illegale spelen kunnen we belasten. En wel is er een praktisch probleem natuurlijk. Wij weten met de Vlaamse Belastingdienst niet wanneer het spel effectief wordt gespeeld. Dus is het ook wel zeer moeilijk om ambtshalve een heffingsgrondslag vast te stellen. En bovendien bevindt de inrichting daarvan zich buiten het grondgebied. Wat betreft de servers, dat is 2 keer naar boven gekomen. Dat staat in onze wetgeving omwille van het lokalisatiecriterium. Zodat de 3 gewesten niet op mekaars territorium zouden komen en dus dubbel of driedubbel belasten. Dat valt niet zo eenvoudig te wijzigen zonder dat er daar opnieuw conflicten tussen de gewesten zouden kunnen ontstaan. De huidige regeling volgt immers uit een ouder advies van de Raad van State naar aanleiding van het ontstaan van online kansspelen. Maar ik wil toch eventjes opmerken dat deze verklaring over die servers hierin staat om dat te regelen, maar dat ook op dit moment momenteel door FOD Financiën deze belasting niet wordt geïnd. Meneer De Potter, uw opmerkingen. De tarieven AOT zijn verschillend in de 3 gewesten. Betere uniforme tarieven van de 3 gewesten. Ja, dat is nu eenmaal het gevolg, meneer De Potter, van de fiscale autonomie van de gewesten. Dat de tarieven uit elkaar groeien sinds de tax ook niet meer federaal is. Dat is volgens mij een communautaire discussie. Volgens mij, waar ik denk dat de ene zullen zeggen dat dat absoluut niet uniform moet zijn. En dat het dus... Maar goed, je kunt ze natuurlijk proberen op elkaar af te stemmen. Nogal vaak hou ik daar een pleidooi voor. Iedereen heeft het recht om zijn eigen tarieven te bepalen in zijn eigen gewest. Dat is ook zo in een stad of in een gemeente dat men dat doet. Daar is ook geen pleidooi om alles gelijk te hebben. Maar allee, in de mate van het mogelijke toch wel op elkaar afstemmen is meestal wel geen slechte zaak. De vraag van meneer Cordy, wat gebeurt er met het personeel, met de 2/3 die net op controle zitten? Wel, die niet, sorry, op controle zitten, wel, die doen andere processen, zoals bijvoorbeeld bezwaarschriften behandelen. De loketfunctie voor bijvoorbeeld caféhouders die online niet gemakkelijk een aangifte kunnen indienen. Dat zijn juristen bij de afdeling regelgeving. En bijvoorbeeld personen die worden ingezet bij navorderingen. Dat zijn bijvoorbeeld personen die worden ingezet bij gerechtsdeurwaarders. Meneer Joska, een andere vraag over die service, maar ik denk dat ik daar op geantwoord heb. Alsjeblieft. Tussenkomst, meneer Bertels. Ja, dank u wel, meneer minister, voor de eerste 2 vragen. Enfin, ik denk effectief dat het niet zo slecht zijn. Moest u, minister Geens, even appelleren op de suggestie die ook de kansspelcommissie gemaakt heeft, dat ze dat kunnen meenemen in de huidige discussie met betrekking tot het kansspelbeleid. Het kan geen kwaad, denk ik, om hem daar aan te herinneren. Dus als u zegt van dat hij een brief wil sturen, of een andere manier, mag ook meer moderne middelen gebruiken, lijkt me dat wel wenselijk. Protocol, dat lijkt me... Enfin, ik ben blij dat dat voor 1 januari 2019 zou zijn. Ik zou gewoon even willen vragen aan de voorzitter dat wij, en aan de minister vraagt dat wij het protocol ter inzage kunnen krijgen als parlementsleden, dat dan opgestuurd wordt, of beschikbaar gesteld wordt wanneer het ter beschikking is. Dan, meneer de minister, met betrekking tot de virtuele weddenschappen. Ze worden belast. Dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling, denk ik. Dat lijkt me ook zijn.
het KB waar u naar verwijst van minister Geens, dat gaat meer met betrekking tot de technische aspecten. Maar mijn vraag was van, oké, als we het dan willen belasten, en dat willen we, dat lijkt me ook heel correct, hoe belasten we het? Hoe kunnen we de belastbare grondslag berekenen of iets afbakenen om te zeggen van oké, we belasten nu op X of Y wat mij nu niet duidelijk is. En het is me ook niet duidelijk hoe Flabel dat kan doen. Ik hoop echt dat ze een manier vinden om dat te kunnen doen. Maar dat is nu een koffiedik kijken voor mij. Dus het mag geen theoretische belasting zijn, ik zal het zo zeggen, die we niet kunnen berekenen. En dat komt ook bij mijn tweede vraag, meneer de minister. Ik ga mijn amendement dan toch neerleggen. Omdat ik vind, u hebt verwezen naar het lokalisatieprincipe, dat versta ik. U verwijst ook naar de drie gewesten te vermijden, dubbele belastingen. Maar de poort met betrekking tot ontwijking van belasting, meneer de minister, is volgens mij veel te groot. Ja, we moeten gewoon de server delokaliseren uit de drie gewesten en men kan de belasting hier ontwijken. Dus kunt je daar een ander criterium voor vinden? Voor mij, want dat gaat hier over online spelen, en ik zal zelfs het amendement nog even toelichten. Bij die online spelen zijn er meestal, of altijd, online betalingen. Je kunt dus een criterium installeren dat je kijkt van oké, welke burger geregistreerd, gedomicileerd, kunt kiezen in het Vlaams gewest die die online betaling doet. En dan heb je een criterium waar u wel mee weg kan, zonder dat u die servers, want ze gaan binnen de kortste keren verplaatst worden, staan ze ergens anders in weet ik veel welk exotisch land of niet exotisch land, maakt niet uit. En de ontsnappingsclausule is veel, veel te groot. U bent daar, denk ik, meneer de minister, en zo ken ik u niet, veel te weinig ambitieus. En ik zal dan het amendement, meneer de voorzitter, als het mag, ik wil ook aan de secretaris een kopie laten maken, maar volgens mij heb je daar wel een ander criterium mogelijk. En is toch de bedoeling dat we ook die online spellen, die veel gevaarlijker zijn met betrekking tot gokgedrag, dat we die ook op zijn minst daar een al dan niet sturende belasting kunnen heffen en dat we die niet gewoon vrijheid blijheid geven en zeggen van verplaats je server over de grens en het is oké, dat is iets te gemakkelijk. En het is niet omdat de FOD Financiën het niet kon, dat wij als Flabel dat niet moeten proberen te incorporeren. De wereld evolueert, meneer de minister. Flabel evolueert gelukkig mee, maar laat ons op zijn biest die maatschappelijke realiteit ook proberen te vatten met die belasting. Zijn er nog tussenkomsten? Ik ga eerst... meneer Peuma, sorry. Wat de horend erfgoed betreft, want hier wordt gesproken over vogelzangwedstrijden. Hoe zit het met het hanengezang? Ja, dat is... Je moet er niet meer lachen. Dat is nog een fenomeen wat zich vooral in het Hasmegouwse voordoet. En ik weet dat die vroeger ook belast werden voor die gezellige activiteiten. Die vallen hier ook onder. Men noemt dat bij ons hanengezang, maar ik weet niet hoe de officiële benaming is. Want zijn hanen vogels? Ik denk het wel. Dan vallen ze tot de vogelachtige. Dan vallen ze daaronder. Bij deze proficiat. Heel fijn om te weten dat onze minister niet alleen van financiën verstand heeft, maar ook het vak biologie aandachtig heeft gevolgd in zijn jonge jaren. Collega's, wij wachten heel even op het amendement van meneer Bertels, maar dan kan meneer Schiltz ondertussen misschien de amendementen. En dan ga ik even terugkijken. Ik dacht op artikel 5 en artikel 47 zijn er amendementen vanuit de meerderheid. Meneer Schiltz, kan u die even toelichten, alsjeblieft? Dat kan ik zeker, meneer de voorzitter, en ik zal dat dan ook meteen doen. Die zijn ingediend, die zijn gepubliceerd op de website. Die staan bij de agenda, documenten. Het eerste amendement heeft betrekking op artikel 45, waarin de voorgestelde tekst de woorden als de eigenaar van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen niet betaalt, dus die woorden worden vervangen door als de belastingsplichtige het automatische ontspanningstoestel niet heeft aangegeven. Kort gesteld komt het erop neer, collega's, dat wanneer een ontspanningstoestel geplaatst wordt, bijvoorbeeld in een café, dat de uitbater van het café eerder zelden ook de eigenaar is van het ontspanningstoestel. Maar wanneer dat de eigenaar niet over zou gaan tot tijdige registratie en dergelijke meer, dan zou het kunnen dat ook de uitbater een belastingsplichtige wordt en moet opdraaien voor het niet betalen van de nodige belastingen. Om dus de café-uitbaters enige zekerheid en stabiliteit te geven en niet nodeloos te laten opdraaien voor fouten van de eigenaar, werd die bewoording als volgt of wordt voorgesteld om de bewoordingen zoals opgenomen in het amendement aan te passen. Het tweede amendement, dat betreft artikel 47, dat is eigenlijk een tekstverduidelijking waarbij het niet heel duidelijk zou kunnen zijn wat met in het eerste geval bedoeld wordt. Hier gaat het over het Brussels gewest heeft geen eigen
categorisering van ontspanningstoestellen. En wanneer er een nieuw toestel op de markt gebracht zou worden, dan wordt dat voor Brussels gewest bij de federale overheidsdienst gedaan. En dus om een duidelijk onderscheid te maken tussen toestellen die gecategoriseerd worden door de federale overheidsdienst, die blijven natuurlijk wel nog belastingsplichtig voor de gewesten. Om geen misverstanden te laten bestaan, werd de tekst gewijzigd zoals u kan lezen. Dank u wel voor de toelichting, meneer Schilts. Ik ga nog even voor een reactie naar de minister op de redenering van collega Bertels en waarin hij ook een amendement wil indienen op dat artikel 9. Meneer de minister? Ja, ik kijk met heel veel nieuwsgierigheid uit naar het amendement van meneer Bertels natuurlijk, om te kijken hoe hij dat kan regelen. Want wat betreft die service, meneer Bertels, er is enkel een vergunning van de kansspelcommissie als de server in België staat. Hè. Dat betekent, als we het hebben over een legale situatie, dan weten wij waar die server staat. Enkel maar, men moet aangeven aan de kansspelcommissie of hij in Vlaanderen, Brussel of Wallonië staat. Vandaar dat wij onze tekst opnemen dat de locatie of de lokalisatie van de server belangrijk is. Maar als het gaat over een illegaal spel, ja, dan kunt je nooit weten waar die server staat. Dus dan is dat buiten België. Ja. En kan dat dus enkel maar een illegaal spel zijn. En dan lijkt me dat eerder een dossier voor het parket dan voor de wetgever. Want hoe u nu een amendement zult schrijven op deze tekst die de zaken tussen de gewesten onderling regelt voor een legaal spel. Een illegaal spel, dat is niet iets wat hier een illegaal spel is. Een illegaal spel. En dan zal het parket zijn die moet optreden als daar vaststellingen worden gedaan en niet de wetgever. Ik kan onmogelijk een wet maken die zegt van een server die illegaal gebruikt wordt buiten België, ja, bedoel, die ga ik op die manier belasten. Ik kan dat niet vatten, hè. Ik kan dat ook nooit weten. Hè. Dus ik kijk uit naar uw amendement. Hè. Want, verder rekening houden met dat lokalisatiecriterium, dat betekent dat wij dan kunnen lokaliseren waar de belasting van dat spel moet gebeuren. En dit dateerde ook enkel vanuit de tijd dat er enkel offline spelen bestaan. Hè. Bij de creatie van online spelen werd de vraag gesteld hoe dit moest ingevuld worden. En in dat geval is het enkel een voorstel van verschillende lokalisatiecriteria. Niet alleen van de plaats van de server, maar ook de plaats van de speler. Maar de Raad van State heeft dat onderzocht en heeft de plaats van de server aanvaard. Alsjeblieft. Meneer Bertels. U wenst nog tussen te komen, dacht ik, meneer Bertels. Ja, het is, alsjeblieft. Goed begrijp, meneer de minister. Dus mijn bedoeling is om die online spelen die gevaarlijk zijn ook te treffen. Want als ik het goed en u hebt gelijk, als er illegale servers zijn, dan moet het parket optreden. Ja. Daar wil ik niet over discussiëren. Administratief rechtelijk, strafrechtelijk hebt u daar toegelicht. Dat wil ik niet zeggen. Maar de vraag is van, u zegt zelf in uw toelichting, en zo staat het ook in het decreet, dat illegale kansspeltoestellen ook worden belast. Ja. Ja, maar voor deze illegale kansspeltoestellen laat u dan een hele ontsnappingsroute gelden. Maar welke ontsnappingsroute? Ik kan dat. Ja, als de server niet in België staat, en u noemt het dan illegaal, daar kunnen we over discussiëren. Maar u noemt het als de niet server net niet in België staat, is er ook geen feit in België? Ah, oké, meneer de minister, maar dan betekent dat u als de online. U geeft ja, maar hoe gaat u dit met uw amendement opvangen? Ja, allee, minister, gaat u op jacht achter. Men is een spelletje aan het maken in Amerika, iemand gebruikt dat hier. Hoe had u dat vatten, meneer Bertels? Leg het eens uit. Meneer de minister, er zijn twee zaken. Eén, ik wil gewoon van u weten, ik neem aan dat u die ook wil vatten. Dat de bedoeling was. U zegt nu, hoe gaat u die vatten? Ik kom terug. In die toelichting zegt u zelf, illegale kansspeltoestellen willen we vatten. Ja? Die online games, ja, die kan u vatten, meneer de minister, omdat er een online betaling is en u kan zien van waar die betaling gebeurt. Meneer Schilts, u wenst ook nog tussen te komen. Ja, collega's, er zijn wel een aantal verschillende dingen. Hè.
wanneer er een inbreuk of een misdrijf wordt gepleegd, dan kan het parket onderzoeken of dat er zich een misdrijf op het Belgische grondgebied heeft voorgedaan. En wanneer een in het buitenland gelokaliseerde server, dat is hetzelfde discussie met kinderporno, hoogst illegaal, verwerpelijk, verderfelijk, wanneer er producten worden aangeboden aan Belgische consumenten, dan kan het parket wel optreden. De moeilijkheid nadien is om een veroordeling te bekomen en vooral om een bekomen veroordeling, want dat zal dan nog wel lukken, om die uit te voeren en effectief die server plat te leggen. Maar het gebeurt al wel dat het parket kan ingrijpen en aan de Belgische providers kan vragen om de toegang van die bepaalde server tot het Belgische netwerk te blokkeren. Een ander punt is hoe dat je dan aan je geld wilt geraken, maar opnieuw, in principe is het via de uitbater, de eigenaar van het toestel van de dienst en niet via de consument. Als je dat principe gaat omkeren, dan opent je een lawine aan fiscale aanpassingen. Dan zou dat willen zeggen dat voor de inning van de kansspelen die onder deze toepassing vallen, dat je elke transactie van elk individu moet gaan controleren en daar de belastingen van gaan afhouden. Dat vraagt dus een enorme IT-organisatie om dat op poten te zetten. Ik weet niet of dat we daar momenteel klaar voor hebben en dat we dat ook wenselijk vinden. Dus de remedie die u voorstelt, collega Bertels, die opent zodanige lawine aan nodige wijzigingen, dat die een beetje, zal ik zeggen, dat is met een kanon schieten op een mug, is misschien veel gezegd, maar alleszins punt blijft, illegale kansspelen worden gedefinieerd door de server waar ze liggen. Geen server in België, dit is het illegaal. Kan het parket optreden en kan ze de toegang tot het Belgische grondgebied van die diensten laten ontzeggen. En dat is vaak een veel sterkere sanctie voor die uitbaters van die spelen, zeker waar FIFA's en zo verder, waar u naar verwijst, die zullen op dat moment zeer snel bereid zijn om de server aan te duiden op het grondgebied België, om toegang te hebben, omdat de winsten die ze daarmee kunnen maken vele malen groter is dan in de illegaliteit te liggen. Meneer Bertels. Dus, het gaat mij niet om. Het moet heel duidelijk zijn, de strafrechtelijke piste voor illegale gokspelen of illegale servers, evident. Het parket moet daar zijn rol spelen. Daarover gaat het mij niet. En ik wil de twee ook niet tegenover elkaar zetten. Het is niet of-of, het is en-en. Mijn bedoeling is gewoon, en dat kan je registreren, de organisator kan dat registreren, om een stok achter de deur te hebben, om te zeggen van oké, voor diegenen die de kansjes er willen van aflopen, en zo zijn er een paar, om die ook te kunnen treffen via deze fiscaliteit. Dat is wat daar straks ook bedoeld werd met sturende fiscaliteit. En probeert ze weten incorporeren in dit toepassingsgebied. Voor mijn part voer eraan toe dat dit enkel gaat voor online weddenschappen. Maakt niet uit, maar nu gewoon zeggen van we weten het niet, we regelen het niet en we laten ze maar vrijheid blijven. Dat gaat mij een stapje te ver. Goed, meneer de minister. Kijk, meneer Bertels, de financieringswet zegt duidelijk dat de belasting SW enkel in het Vlaams gewest wordt gelokaliseerd wanneer het spel ook plaatsvindt in het Vlaams gewest. Dus volgens de Raad van State is dat in een online omgeving enkel het geval wanneer de server in het Vlaams gewest staat. Dus als de server buiten het Vlaams gewest staat of buiten de Belgische staat, dan is volgens de Raad van State Vlabel territoriaal niet bevoegd om belastingen te innen. Meneer Schiltz. Ik kan er bovendien nog aan toevoegen dat bovendien ook de controle een federale taak nog altijd is en geen Vlaamse taak. Dus het zal erop neerkomen om de federale controlediensten van de kansspelcommissie te laten controleren of er op het Vlaamse en Belgische grondgebied kansspelen aangeboden worden die geen server hebben op desbetreffende grondgebied. En als dat zo is, kan gepaste actie ondernomen worden. Maar dan denk ik dat we federaal moeten kijken wat we dan aan oplossingen kunnen vinden om alsnog mislopen belastingsinkomen te innen. Maar het meest cruciale lijkt me, meneer Bertels, wanneer een bedrijf willens-nillens weigert om een server aan te duiden in een van de gewesten en dus zich willens-nillens buiten de voorwaarden van de federale kansspelenwet zet en dus willens-nillens illegaal opereert, dan ben ik zeer bevreesd dat het over zeer malafide organisaties gaat. En dan heb ik veel liever dat de toegang tot onze servers verboden wordt, eerder dan te gaan proberen er nog een paar belastingcentjes uit te halen. Hè. Dat lijkt me nu toch veel meer aan te sluiten, ook bij de verzuchtingen die collega De Potter heeft naar voren gebracht. En dus denk ik dat wat dat betreft, dat we beter bij de minister van Justitie eens kunnen gaan aankloppen om te kijken of dat daar een verscherpt toezicht kan zijn voor vanuit het buitenland illegaal aangeboden kansspelen. Meneer Bertels. Schultje mag blijven proberen. Ik heb gezegd, voor mij is het geen of-of verhaal. Dat het parket zijn werk doet, federaal zijn werk doet, absoluut. Laat dat doen. Maar waar de vraag is van, en daar wil ik toe komen, meneer de minister, u verwijst daar naar een advies aan de Raad van State. Is een advies aan de Raad van State bij
dit decreet of standvies van de Raad van State bij de toenmalige financieringswet, wanneer die praktijken veel minder praktijk waren, om het zo te zeggen, of nog niet bekend waren. Ik denk dat u verwijst naar het advies bij de Raad van State bij de bijzondere financieringswet, die al enige jaren oud is. Minister Tommelijn. Het is het advies van de Raad van State toen de federale wetgeving aangepast werd aan de online toepassingen. Dus met andere woorden, ik ben niet bevoegd om belastingen te innen op servers die niet op het grondgebied van Vlaanderen staan. En u hebt gelijk, meneer Bertels, dat als er illegale weddenschappen zijn die offline zijn, dat ik die ook kan belasten. Maar online weddenschappen buiten het grondgebied van Vlaanderen, die kan ik niet belasten. Daar is het parket bevoegd om de illegaliteit van dat ontspanningsspel te vatten. En heeft belastingen daar niks mee te maken. Dus u hebt gelijk dat ik daarnet gezegd heb, en ik ben ook van plan, ik kan illegale offline weddenschappen belasten. Ja? Maar ik kan dat, of spelletjes belasten, maar ik kan dat niet doen met online. Dat gaat niet. De server moet in Vlaanderen staan, of anders heb ik geen bevoegdheid. En de regels die wij hier in het decreet zetten, heeft tot doel om vast te stellen of de server in Wallonië, Brussel of Vlaanderen staat. Maar als hij buiten het grondgebied van België staat, is dat illegaal en moet het parket vatten en niet de belastingsdiensten. Goed, ik denk dat de minister bij herhaling nu zijn standpunt heeft duidelijk gemaakt. Zijn er nog collega's die wensen tussenkomen, meneer Bertels? Alleen de vraag is de vraag of we de juridische toets, en ik wil dat best op mij nemen, de juridische toets van het amendement kunnen laten toetsen of het juridisch kan of niet. Het is de vraag van oké, of je de juridische toets, of het binnen de belastingsbevoegdheid van Vlaanderen, want daarover ga ik dan, kunnen aftoetsen of niet. Ik heb nog heel bewust opengelaten welke juridische toets dat er nodig is. Ja, maar ik wil het op de Raad van State. Dus de vraag is of jullie dat willen. Dus... dan begrijp ik dat de voorzitter, als we dat willen, als jullie die vraag stellen. Ik heb heel nadrukkelijk gevraagd of men de juridische toets wil vragen. Ik kan ze niet alleen vragen, dat weet ik ook. Hè. Meneer Peumans, even een toelichting van de voorzitter. Ik weet niet wat te hoogdringend natuurlijk is van dit decreet, maar als ik een advies vraag aan de Raad van State, wat ik autonoom kan, gelukkig, ik heb nog iets te zeggen hier, dan kan ik dat hoogstens op 30 dagen, of minstens op 30 dagen doen, beter gezegd. Ik kan het niet op 5 dagen doen, hè, tenzij dat de minister mij kan motiveren dat... ik heb begrepen dat dit decreet ingang heeft 1 januari 2019. Dus dat moet u even gaan tellen. Hè. Want ik kan de hoogdringendheid niet vragen. Hè. Dit is niet... Allee, tenzij men mij dat kan van overtuigen, dan kan ik dat op 5 dagen vragen. Maar anders is dat 30 dagen, hè. Meneer Schilds. Advies is altijd interessant natuurlijk en het kan ons alleen maar verlichten en verrijken, maar ik wil er toch op wijzen, 1, dat ik niet eens ben met het amendement van collega Bertels en niet omdat ik het slecht vind of dat ik hem verdenk van slechte intentie, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat het overbodig is. Dus ik denk dat het decreet kan doorgaan zoals toegelicht. Ten tweede, het is wel van cruciaal belang dat het van kracht kan gaan op 1 januari 2019, omdat het apparaat dat ervan afhangt, de omschakeling die moet gemaakt worden, dat kunnen we niet blijven uitstellen. Dus in die zin wil ik wel luisteren naar advies, maar ik ben niet bereid om de stemming van dit decreet over eind november te tillen. Ik ben er nog tussen te komen. Ik zal het advies van de Raad van State nu laten bezorgen, maar ik stel toch voor om te stemmen over het amendement en door te gaan met de behandeling van het decreet. Als ik mag, meneer Voort, mijn bedoeling is helemaal niet om die werkingstredingsdatum van 1 januari te verlaten. Hè. Dus we kunnen wel dat gerust stemmen in december, wat mij betreft. En bij mij mag u een motivering geven aan de voorzitter om het advies te vragen op 5 dagen. Hè. Dat is allemaal geen probleem. Maar om te zeggen van dat het goed, volledig out of scope is, ik denk dat we ons daar een maatschappelijke kans om problematische schokken te bestrijden laten liggen. Ik denk, collega Bertels, dat u uw standpunt heel duidelijk gemaakt hebt bij herhaling en dat ook de minister zijn positie hier heeft duidelijk gemaakt. Ik vraag aan de vergadering of wij de stemming gaan doen. Wie wil de stemming vandaag laten doorgaan? De secretaris. Ja.
ben ik er zelf ook. Dus we hebben een meerderheid om de stemming te laten doorgaan vandaag, collega's. Dus ik stel dan voor dat wij daarmee aanvatten. We hebben 65 artikels. Ik ga de artikels die niet geamendeerd zijn groeperen. En dan meneer Bertels. Meneer de voorzitter, ik vind dit heel spijtig, maar ik vraag tweede lezing op basis van de ingediende amendementen vandaag. Nee, nee. Ja, ja, oké. Okay. Maar ik zal het nu al aankondigen. Ja. Oké. Okay. Dat gaat dan over. Dus dan heb je de geruste tijd om uw advies te vragen. Dat gaat alleen over de amendementen dan, hè? Nu, als u toch een tweede lezing vraagt, zal ik hier intern aan de juridische dienst vragen. Hè. Die zijn even knap als de juristen van de Raad van State. Oké. Okay. Goed. Bij deze. Goed, dan gaan we over naar de stemming. Collega's, artikel 1 tot 8 zijn niet geamendeerd en daar vraag ik dan de stemming voor. Wie stemt voor? Wel, dan gaan we naar het bewuste artikel 9 en eerst en vooral dan natuurlijk naar het amendement van meneer Bertels. Wie stemt voor? Wie stemt tegen? 9. Dan vraag ik de stemming voor het ongewijzigd artikel 9. Wie stemt voor? Zijn er 9 normaal? Ja. 9. Ik wel. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Dank u wel. Dan hebben wij ongewijzigde artikels 10 tot en met 44. Wie stemt voor? 11. Unaniem. Wie stemt tegen en wie onthoudt zich kan normaal niet, want jullie hebben allemaal meegedaan. Dan hebben wij het artikel 45 dat geamendeerd is door de meerderheid. En dan vraag ik eerst de stemming voor het amendement op artikel 45. Wie stemt voor? 11. Tegen en onthoudingen zijn er niet. Dan vraag ik de stemming voor het aangepaste artikel nummer 45. Wie stemt voor? 11. Opnieuw unanimiteit. Het artikel 46 is ongewijzig. Wie stemt voor? Opnieuw unaniem. Dan het artikel 47 is opnieuw geamendeerd. Dan vraag ik eerst de stemming voor het amendement op artikel 47. Wie stemt voor? Unaniem. Het aangepaste artikel nummer 47. Wie stemt voor? Opnieuw unaniem. En dan hebben wij de laatste artikelen. Dat zijn de artikelen 48 tot en met 65. Wie stemt voor? Opnieuw unaniem. En dan vraag ik de eindstemming, collega's, wie stemt voor? 9. Wie stemt tegen? Ik vraag de secretaris om het precies na te kijken in het reglement. 2 minuten, ja. Oké. Okay. Voilà. Dan is het de eindstemming. Oké. Okay. Wachten met de eindstemming dus. Heel gestemd en het is weg. Maar als men er iets in orde kan willen van maken, dan zou men het advies moeten hebben. Ja. Toch dan? Nee. Het is die tweede lezing. Voor de tweede lezing. Collega's, we hebben nog 2 verzoekschriften op onze agenda staan. En die gaan ongeveer over hetzelfde. Nu, wij kunnen daar een aantal dingen mee doen als commissie. Maar ik heb begrepen, meneer de minister, dat u aan een antwoord hierop, of u, uw medewerkers aan een antwoord hierop werken. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Collega, ja, dat is een van de opties die we hebben. Dus ik stel voor dat we eerst de minister en zijn medewerkers hier aan het werk laten. En dat wij te gepaste tijden, wanneer u dat klaar heeft, dat dossier, dat wij dit terug agenderen. Goed? Dan geef ik tot slot graag even het woord aan de secretaris. Voor een korte regeling der werkzaamheden. We hebben een ontwerp van agenda gegeven, Hans. Misschien overlopen we het best even
met de collega's. Dan dank ik de minister voor zijn aanwezigheid. Ik heb één vraag eigenlijk of men akkoord is met de kalender van de begroting 19, maar daar komt natuurlijk de tweede lezing voor van dit decreet. Dus op 13 november beginnen wij met de begroting en dan gaan wij ook de tweede lezing houden van dit decreet. Als daar geen bezwaren tegen zijn, dan gaan we het zo doen. Ja. Dank u. Ja. Voor de rest hebben zij dit gekregen. Okay. Dan sluiten wij de werkzaamheden voor vandaag af. Ik heb dat hier niet in het geheim gezet. Geen probleem. Nu is het goed. Dat maakt niet uit. Nee. Volgende week hebben we nog geen commissie. Nee, daarna nog. Het is een 13e. Ja, het is een 13e november. Ja, sorry. Ja. Dus ja, want dat is dan. Dan gaan we lopen voor de week daarna in de plenaire. Als het vrijdagverslag gedrukt is, dan kan dat. Voor de week daarop, dan is dat 21 november. Plenair. Dan kunnen misschien regering 23 11. Ja, het zal wel. Toch wel dat een tekst. Als probleem is gewoon voor de uitvoering besteld dat de Raad van State niet wil adviseren, zolang dat wat ik een basis is zeker. Dus ja, zij hebben gepastaliseerd. Nou, als zij van jullie. Ja. Dus ja. Dat gebeurt. Maar het gaat hier soms zodanig grap. Ja, maar ik begrijp het niet goed dat hij dat gaat doen. Hè. We kunnen toch nooit elke server in het buitenland kunnen we toch nooit aan. Dank u, maar eigenlijk begint hij over een totaal veel moeilijker dossier. Zo moeilijk dossier. Hoe is van deze wereld? Hè? Dat kunnen wij niet aan. Als ik vandaag op de standaard kijk, op Google, en ik zie advertentie, waar wordt dat belast? Ja, maar die mannen zijn niet in rusting. We kunnen dat toch niet? Ja, maar dat kunnen we wel. Ja. Europa moet ik er zeggen. Je kunt dat platleggen aan. Ja, kan wel, maar er is een waarschijnlijk protocol tussen de Kaasspelcommissie en Google. Dat zij een zwarte lijst staan van illegale kaasspelsites. Dat zij die in principe constant weren uit de resultaten, de zoekresultaten. Ja. Het probleem is natuurlijk dat ze constant bijkrijgen. En twee, wat vind jij met die, als mijn zoon een spuitje koopt? En om het spuit te winnen koopt. Ja, maar dat is het probleem met die lootboxen eigenlijk ook. Ja, dus het is een behendigheidsspel. Dus, ja, en je koopt dan bij. Maar dat op zich, een gevechtsspel ook of zo, in principe behendigheid is, maar op zich. Dus buiten scope van kansspel. Binnen uw behendigheidsspel, die een lootbox, wat dan ook. Wat dan wel een kansspelelement zit, want de kansspelcommissie zegt van ja, dat is een probleem. Dat is het probleem, ja. Degene dat dat spel gecreëerd heeft, ja, die zit ergens in Amerika, dat kunnen we niet aan. En degene dat het spel speelt, ja, je weet niet wat. Je kunt niet vaststellen wat je speelt of weet. Dus, allee, ja. En zelfs als je kunt vaststellen. Via zijn visa-kaart. Als er één neemt, dan je hartstikke. Ja, maar daar heb je nog niet ingezet, hè. Je moet het ook spelen natuurlijk. Hè. Ja, als je $5 betaalt omdat je die extra features wilt, dan gaan ze zeggen dat is gewoon een uitbreiding van mijn spel. Ja, dat is gewoon. Dat is gelijk dat je. Ik heb een Nintendo en ik koop. Ja, want dat is gelijk dat je Fortnite centen kunt kopen voor dansjes en zo, kleding. Dat is op zich gewoon ja, virtuele kleding en virtuele dansjes, dat kan ik kopen. Dat is geen, en wordt dat dan belast? Ja, want er is geen kansspel. Nee, maar is dat dan BTW? Ja, dat weet ik niet, dat is een beetje weervraag, dat kan ik u niet zeggen. Want dat is, die zijn beter mee, ik weet niet, een deel van de belastbare basis weg te zuigen. Ja, maar ja, de online zegt heel een belastbare basis, van heel veel dingen weg, hè. Ja. Dat is waar, en dat is natuurlijk een groot probleem, maar dat je niet gemakkelijk tegen hebt. Het wordt tijd dat er een echte tax onder komt. Ja. Dan. Ja. Niet de Belastingdienst, maar de belasting. Europa zou dat kunnen doen. Alleen is het probleem natuurlijk dat je fiscaliteit Europees, dat je unanimiteit nodig hebt. En unanimiteit is 27. Dat lukt dus niet. En dus ja, Google heeft daar kantoor veel
een kantoor in Ierland. Dus ja, die bellen de minister-premier, ze zeggen, ga nee zeggen. En dan is hij dan niks. Het is heel nobel dat dat hier, dat Jan dat via Vlaanderen wil oplossen, maar je wil daar iets mee doen, hè? Ja, je ziet dat. Dat gaat niet lukken, hè? Dus dat, ja. Ja, maar je ziet dat je altijd, als je zo een vergadering... Ik dacht, dat wordt een rustige vergadering en dan krijg je zoiets. Ja, het is altijd wel plezant dat je nog die reactie hebt. Dat zie, het komt dus toch slecht aan. Ik dacht toch, ja, die website werkt niet, maar ja, ik heb hem toch niet nodig. Maar ja. Ja, maar je ziet dat... Is dat ik dat gefrustreerd, want ik dacht van, ja, ik heb dat niet met een schijf staan. En misschien kan ik dat nog proeven. Dan nu? Ze hebben het niet kunnen oplossen? Nee, ze hebben het niet kunnen oplossen. Maar dicht morgen natuurlijk op mijn computer, aan mijn netwerkkaart. Kan het ook wel liggen. Ja, maar ik heb, ik weet niet of je ervan gehoord hebt, er wordt ook, dus departement FNB begint met basis van begrotings, digitale begrotingsaanbod. Hè. Ja. En dus ze zeiden, maar je moet dat, ik moest dat ook testen. Dus ze gaan om dat gaan testen. Voilà. Dus dat begon al, krijg je niet op. Hè. Ja. Hoe geraakt dat niet op? Dat staat ook daar, daar en daar. Ik zeg, ja. Ja, en dan is dan hier een beveiliging A, B of C, dat staat hier allemaal zeggen, en dan raakt dat dus gewoon niet op. Ja, dat is plezier. En dan zo is dat. Allee, dus de vroegste normaliteit, allee, ik ga kijken. Ik ga kijken of dat we het nog anders kunnen oplossen, maar het probleem is dat bestuursdecreet, hè. Is de zesde. Dat is de reden waarom we niet beginnen, ja, de zesde. In principe, die juridische kwestie gaat volgens mij een stroomde glas water zijn. Dus een keer dat is. Ja, maar ik heb goed begrepen dat er zelfs naar de storm in het glas water niet gaan gekeken worden. Wat wil je zeggen? Wel, dat type en dame duidelijk gezegd heeft, reglementair moeten we dat niet doen, dus we doen dat niet. Ja, okay. Maar ik weet niet of de voorzitter het nu gaat vragen of niet. Dat ben ik benieuwd naar. Ik denk de jurist die daar iets op vindt om die mannen te betalen, dat dan. Ja, het is allemaal op school van dingen die wetgeving te schrijven, maar daarna moet de administratie het ook nog kunnen. Want ja, zelfs als je eerst niet in de wetgeving, maar ja, je moet je dat ergens in Florida zit, je moet die pakken, ja, waarom lukt dat niet? Dan kun je een brief sturen naar Florida, maar je gaat dat ook gewoon in de papierpak schrijven. Die mannen zelf een keer aanpakken, jong hinder. Ik denk dat wij veel te braaf zijn. Zou dat kunnen? Ja. Ja, we zijn niet sterk. Maar je moet de moeilijkheid om... Je leeft